Welkom bij de kennisclip Welke polymerisatiereacties zijn er? Na deze clip kun je vertellen wat polyadditie is en hiervan voorbeelden met een reactievergelijking geven, uitleggen wat copolymerisatie is en vertellen wat polycondensatie is en hiervan voorbeelden geven met een reactievergelijking. Deze kennisclip heeft twee onderwerpen. Polyadditie en polycondensatie. En we gaan nou per reactietype kijken wat die reactie inhoudt. Laten we starten met de polyadditie. Uit eerdere kennisclips zul je nog weten dat een additie een reactie is waarbij atomen op de plaats van een dubbele binding worden geplaatst. Voorbeeld van zo'n additie is bijvoorbeeld de additie van waterstof aan ethene. Hoe ziet die reactievergelijking eruit? Je hebt ethene, je hebt waterstof en onder een bepaalde temperatuur en met een katalysator kun je die dubbele binding openbreken en daar die waterstof aan toevoegen. En dan krijg je ethaan. Nou, polyadditie is een vergelijkbare reactie. Dus een reactie waarbij door additie uit monomeren polymeren worden gevormd. In een eerdere kennisclip heb je daar al kennis mee gemaakt. En een voorbeeld is de polyadditie van ethene. Nou, die reactie ziet er als volgt uit. Je hebt ethene monomeren. Daarvan breek je de dubbele binding open en plak je ze aan elkaar. En dan krijg je een hele lange keten. En in een eerdere kennisclip heb je al kennis gemaakt met de notatie. Dus N moleculen ethene, die polymeriseer je en dan krijg je een hele lange keten die bestaat uit N monomeren. Nou, die monomeren, dat kunnen verschillende zijn. Ik zal er vier laten zien. Ethene, daar heb je al kennis mee gemaakt. Propeen is er ene. Vinylchloride en styreen. Nou, een leuke oefening is om nu de kennisclip te stoppen en voor jezelf te bepalen welke polymeren deze monomeren vormen. En daarna natuurlijk de kennisclip weer aan te zetten. Oké, welkom terug. Als je kijkt naar deze monomeren en welke polymeren vormen ze, nou, dan starten we bij ethene. En ethene die vormt polyethene, ook wel afgekort met PE. Propeen die vormt polypropeen en afgekort wordt dat vaak als PP. Vinylchloride die vormt polyvinylchloride, afgekort PVC. En styreen die vormt polystyreen, afgekort PS. Nou, het verloop van die polyadditie die gaat in een aantal stappen, maar eerst opletten. De polyadditie kan alleen met monomeren met een dubbele of driedubbele bindingen. Dus als we dat niet hebben, kun je met die stoffen geen polyadditie doen. Drie stappen. De eerste stap is natuurlijk het starten van de reactie. Dat noemen ze initiatie. En dat is eigenlijk het openbreken van die dubbele bindingen. Dan de propagatie. Met een initiator start je die reactie. Dubbele bindingen worden opengebroken en dan gaan die opengebroken monomeren die gaan aan elkaar plakken. En dat is de polymerisatiereactie. Nou, om die polymerisatiegraad, het aantal monomeren in zo'n keten, te sturen, zul je op een gegeven moment die polymerisatie moeten stoppen en dat doe je met een terminator en die fase noemen ze een terminatie. Dan is er nog een speciale polymerisatie, dat noemen ze de copolymerisatie. En tot nu toe heb je gezien polymerisaties uit hetzelfde monomeer, maar je kunt natuurlijk ook monomeren mengen. Dus copolymerisatie is de polyadditie waarbij verschillende soorten monomeren polymeriseren. Een voorbeeld, in dit geval propeen en vinylchloride, die vormen samen
een polymeer. En door het mengen van verschillende monomeren kun je dus die eigenschappen wat sturen. Dus deze nieuwe stof die zal zoiets van eigenschappen van propeen hebben, maar ook de eigenschappen van vinylchloride. Een heel bekend copolymeer is ABS. En ABS is het copolymeer van acrylonitriel, dat is een speciale stof, butadien en styreen. En als je die in bepaalde verhoudingen mengt, dan krijg je ABS. En ook door de mengverhoudingen kun je dus sturen in die eigenschappen. Dus kun je specificaties van die kunststof die kun je sturen. En in dit geval zal die polymeer kenmerken hebben van polyacrylonitriel, polybutadien en polystyreen. Dan de andere polymerisatiereactie, dat is de polycondensatie. En de polycondensatie is een polymerisatiereactie waarbij water of een ander klein molecuul vrijkomt. Dus het aan elkaar plakken, dat doe je door iets, een molecuul te vormen. Bijvoorbeeld bij de productie van polyesters of polyamides, die ook wel nylon genoemd worden. Nou, laten we een keer kijken naar de vorming van polyesters. Dat kan met één monomeer, bijvoorbeeld de polycondensatie van melkzuur. Je hebt melkzuur, dat noemen ze ook wel een keer lactic acid. De officiële naam is 2-hydroxypropaanzuur. Die kun je met elkaar laten reageren. Er ontstaat dan water. En met dit soort reactie heb je al een keer kennis gemaakt bij de kennisclip over esters. Dit is ook eigenlijk gewoon een verestering. En dan komt water vrij. En in dit geval krijg je een dimer, dus twee monomeren aan elkaar van melkzuur. Nou, die kun je ook weer met elkaar laten reageren tot polymelkzuur. Tussen de haakjes zie je weer die dimer. Dat noemen ze ook wel een keer ook wel polylactic acid of PLA. En op dit moment is dat een stof die heel bekend is in het 3D-printen. Die polyesters die kun je ook maken uit meerdere monomeren. Bijvoorbeeld uit ethaandizuur en ethaandiol. Die reactie ziet er zo uit. De eerste stof is ethaandizuur. Die wordt ook wel een keer oxaalzuur genoemd. En de tweede is ethaandiol en die ken je ook als glycol. Ook deze kun je veresteren, er een polyester van maken. Zo zie je dus dat je verschillende stoffen kunt, verschillende monomeren kunt mengen. Dan de polyamides, in dit geval de polycondensatie van 1,6-hexaandiamine en hexaandizuur. Die reactie ziet er als volgt uit. Het is wel heel indrukwekkend, deze reactievergelijking. De eerste is 1,6-hexaandiamine. Waarom noemen we dat ding hexaandiamine? Ten eerste omdat hij 6 C's heeft. En verder heeft hij aan één kant een NH2-groep, dat noemen we een amine. En die 1,6-hexaandiamine, die heeft er twee, één aan de ene kant en één aan de andere kant. Dus twee keer een NH2-groep, dus noemen we dat een diamine. De tweede stof is hexaandizuur. Als je die laat reageren, een polycondensatie, dus er komt water vrij, dan krijg je een nylon. En ook daar zijn weer verschillende vormen van mogelijk, afhankelijk van de monomeren die je met elkaar laat reageren. En ook die dimer die kan weer doorreageren tot een polymeer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze kennisclip.
Als het goed is, kun je nu vertellen wat polyadditie is en hiervan voorbeelden met een reactievergelijking geven, uitleggen wat copolymerisatie is en vertellen wat polycondensatie is en ook hier voorbeelden van geven met een reactievergelijking. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor je aandacht en ik zou zeggen tot de volgende keer, tot de volgende kennisclip.